Helen Keller werd geboren 17 juni 1880 als een gezonde baby. Toen ze 19 maanden oud was, werd ze blind en doof door het gevolg van een ziekte. Ze was boos en teleurgesteld dat zij niet kon zien en horen zoals de andere mensen. Helen Keller ging kort voor haar 7e jaar naar een speciale school voor blinden en doven. Door haar lerares Anne Sullivan leerde ze woorden door haar tastvermogen. Helen leerde eerst haar eigen taal door puntjes, brailleschrift, en erachter leerde ze nog veel meer talen. Later in haar jonge leven kwam ze op met mensen met een beperking. Ze reisde de hele wereld rond voor lezingen over het onderwijs aan blinden en doven. Helen ontdekte dat ze woorden niet nodig had voor haar gevoelens te uiten. Haar mimiek zei al genoeg.